Het is maandag en dat betekent dat het weer tijd is voor een enthousiaste ZZP'er die ons wordt aangeleverd door het online platform Smartwork. Deze week valt de beurt aan Tine van Kluijf. Welkom mevrouw. Ja, goedemiddag, welkom. In welke sector bent u actief? Ik ben tekstschrijver en ik ben dus actief in de media, maar ook in het bedrijfsleven, want ik schrijf ook teksten voor bedrijven. En hoe lang bent u al actief als ZZP'er? Nou, eigenlijk nog maar kort, sinds 1 februari. Ik ben daarvoor 9 jaar in vaste dienst geweest als journalist en redacteur, dus ik heb wel veel ervaring. Nu werkt u veel met teksten, is dat ook altijd al uw passie geweest? Ja, ik heb eigenlijk altijd al verhalen geschreven. Ik heb een opleiding HBO communicatie gedaan, maar ben daarna direct bij de Kalme Krant terechtgekomen. En ben de afgelopen jaren redacteur geweest, journalist en eindredacteur op een gegeven moment. En wat ik me dan afvraag, als u aan de slag gaat, hoe gaat dat dan in de praktijk? Is dat een kwestie van allemaal teksten bedenken en veel schrappen? Of heeft u van tevoren al duidelijke ideeën in uw hoofd wat u wil vertellen? Nou, meestal is het zo dat de opdrachtgever een duidelijke opdracht heeft. Hè. Die vraagt om een persbericht of advertorial bijvoorbeeld. En ik geef daar mijn eigen draai aan. Vaak voel je tijdens een interview met een opdrachtgever wel aan welke kant ze op willen. En natuurlijk, schrijven is altijd schrappen en daar wordt de tekst alleen maar beter van. Dan wat meer algemeen over ondernemerschap. Welke eigenschappen zijn noodzakelijk, denkt u, om te slagen als ondernemer? Ik ben natuurlijk net begonnen, dus ik kom er nog een beetje achter hoe het allemaal werkt. Maar wat ik al wel weet is het doorzettingsvermogen is heel belangrijk. En zelfvertrouwen, je moet op mensen durven afstappen. En je moet flexibel zijn, hè, je moet snel kunnen inspringen op spoedopdrachten. En naast de inspanning is voldoende ontspanning ook heel belangrijk. En is passie ook een belangrijk onderdeel van het succes? Dat denk ik wel. Tine Tekst, zo heet mijn bedrijf, loopt dus nog maar een paar maanden. Maar ik heb wel al gemerkt dat de passie die ik heb voor schrijven, kan ik goed overbrengen op andere mensen. En ondernemers worden daar zelf ook enthousiast van. Zelfs al interview ik iemand over zonnepanelen, als iemand daar zo ontzettend gepassioneerd over kan vertellen, dan wordt een verhaal daar gewoon beter van. U zegt het al, u bent nog niet heel lang bezig met uw nieuwe bedrijfje, maar welke ambities bezit u voor de toekomst? Wat ik heel graag wil is eigen projecten uitvoeren. Daar ben ik ook al deels mee bezig. En dat zijn natuurlijk heel veel projecten in opdracht waar ik mee bezig ben. Maar daarnaast ook mijn eigen initiatieven. En daar geniet ik ontzettend van. Tine van Kluijf van Tine Tekst, ik dank u hartelijk voor uw toelichting. Bedankt.